Sommigen zeggen doos of muts of... Nou, gewoon de pik. Omdat onze rubriek Anybody 25 jaar bestaat, ging ik vandaag de straat op om te vragen, hoe noem jij je geslachtsdeel? Nou, in het ver verleden is je ooit wel eens Winnie de Poe genoemd. Nee, ik heb geen naam voor. Eigenlijk meerder, ja. Hele intieme vragen. Mr. Kok. Nee, ik praat er ook niet tegen. Groot. Ik hoef niet te vragen waarom. Mooie naam toch of niet? Die naam is dus helemaal af. Dus, Nee. Ik heb niet specifiek een naam gegeven, maar ik ben opblijven. Hebben jullie een naam voor je geslachtsdeel? Nee. Nee, ik ook niet. Piepie zeg ik. Maar dat is meer een kinderwoord. Nou, ik ben wel eens met mijn zusje aan het geinen over van, nou ja, je hebt het over je flamoes of je doos, of, maar niet echt een specifieke naam. En voor hem? Nee, je ding. Ja, dat is het. Ja, nee, als is niet meer sexy, vind ik.